Ik ben typisch 6-8. Ik kan bijdragen in verdediging en bijdragen in aanval. Dus ik zie mezelf echt als een box-to-box middenvelder. Na een lange periode niet kunnen trainen. Dus voelt echt gewoon super om terug met de groep te trainen, samen. Ik ben topfit, gemotiveerd en klaar om in te vliegen. Dat is de droom van alle voetballers, hè, om uiteindelijk tot een A-kern te boren. En dat ben ik nu, dus ik ben super blij. En ook Beerschot, een club die ik al goed ken. Wel, ik ben begonnen bij Eendracht Haalst, omdat ik daar toen woonde. En daar ben ik verhuisd met heel de familie. Ben ik naar KV Mechelen gegaan. En ben ik dan naar AS Roma gegaan, omdat ik goede prestaties had achtergelaten in Mechelen. Ik denk dat dat een periode is die mij zoveel dingen heeft bijgeleerd. Op alle vlakken van het spel, fysiek en ook tactisch. Het is echt een ander spel daar. En dus dat neem ik mee om dan hier te kunnen laten zien. Ik heb wel het gevoel dat ik me moet bewijzen. Ik had een moeilijke periode daar het laatste jaar en dat wil ik nu rechtzetten eigenlijk. Welkom met de ambitie om zoveel mogelijk te kunnen spelen. De kansen te grijpen die ik krijg. En om zoveel minuten te maken en zo hoog mogelijk te geraken met Beerschot.